Ik ben Laura Hoogstraten, 46 jaar en sinds 2006 actief voor GroenLinks in de gemeenteraad. We zitten hier voor de school waar mijn dochters naar school gaan. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en op kunnen groeien als een zelfstandig volwassene. Ik zie dat er eigenlijk kansen worden gemist op school als het gaat om kleine vragen. Ouders verzanden in lange indicatieprocedures of onderzoeken, terwijl je eigenlijk gewoon direct hulp in de klas wil hebben. En dat belemmert het kind in het leren en heeft daar geen plezier meer om naar school te gaan. GroenLinks wil dat de gemeente stimuleert dat alle kinderen passend onderwijs krijgen, ook als ze naar school gaan en zelfstandigheid niet vanzelfsprekend is. Ouders met een zorgintensief kind mogen niet verdwalen in bureaucratie en papieren, maar moeten kunnen rekenen op een gemeente die ondersteuning biedt en meedenkt. En daar hoort ook bij dat zorg en onderwijs goed op elkaar aansluiten en dat kinderen voor zover dat kan gewoon naar school gaan met de zorg die nodig is. Samenwerking van de gemeente met scholen en jeugdzorg kan beter en intensiever. En dat vraagt om meer middelen en meer inzet. Ik vind dat het tijd is voor verandering. Als u dat ook vindt, stem dan 21 maart op GroenLinks.